Volgens christenen is dit, de Bijbel, het meest belangrijke en het meest waardevolle boek in de wereld. En toch is er iets geks aan de hand. Want hoe kostbaar het boek ook is, veel christenen hebben moeite om iedere dag gedisciplineerd uit de Bijbel te lezen. Terwijl ze het wel het mooiste boek van de wereld vinden. Ik heb dat ook gehad. Voor mij kwam hier verandering in toen een voorganger tijdens een conferentie tegen ons zei: jongens, schrijf in het begin van je Bijbel het volgende. Ik lees mijn Bijbel om daarin mijn God te ontmoeten. De Bijbel is namelijk niet zomaar een boek om te lezen, maar een boek om iemand te ontmoeten. De God van hemel en aarde. In een oud christelijk vragenboekje staat op de vraag hoe God zich aan mensen bekend maakt het volgende antwoord. Allereerst doet hij dat door de natuur, de schepping om ons heen. Romeinen 1 vers 20. Want in de schoonheid van de natuur zie je de heerlijkheid van God. In de tweede plaats spreekt God door de Bijbel, Johannes 5 vers 39. Want via de Bijbel wil hij zich dieper en dieper aan jou bekendmaken. Over dat laatste wil ik het nu met je hebben. Weet je wat ik zo mooi vind? Om de Bijbel iedere morgen te lezen. Omdat God via de Bijbel met mij praat. Net zoals die oude Bijbelleraar, die als hij 's ochtends opstond, in zijn stoel ging zitten, zijn Bijbel opensloeg, naar boven keek en God vroeg: Heer, wat heeft u vandaag tot mij te zeggen? De Bijbel is als eten. Jeremia schrijft: zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en blijdschap van mijn hart. Mag ik je eens vragen, wanneer was jouw laatste geestelijke maaltijd? Een van de meest vreugdevolle tekenen van het nieuwe leven, dat is als een baby het uitschreeuwt wanneer het honger heeft. Geestelijk is het niet anders. Het kenmerk van geestelijk leven is honger en dorst naar het woord van God. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Zowel de Bijbelse als de kerkgeschiedenis laten zien dat alle mannen en vrouwen die naar het hart van God leefden, leefden bij een open Bijbel. En het is Jezus zelf die het in Matthäus 4 vers 4 zegt: de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Het bijzondere is dat Jezus zelf het woord is, dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Heb jij al heerlijkheid in Jezus gezien? Zo ja, dan is de Bijbel een kostbaar boek voor je. Die twee zijn namelijk één. Wil je een sterke en toegeruste soldaat zijn in het leger van de Heer? Zo ja, dan is het van levensbelang dat je je Bijbel leest. Omdat God zichzelf, zijn instructies en zijn plan voor jouw leven daarin bekend heeft gemaakt. Pas op dat je je niet voedt met de troep van deze wereld. Want door die troep word je innerlijk verontreinigd en uiteindelijk zelfs ziek. Train jezelf om consequent Bijbelstudie te doen, alleen of met medegelovigen. En zorg dat je ook vast voedsel tot je neemt. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld een Bijbelleesrooster. Wees niet alleen afhankelijk van voorgangers, want dan leef je uit de tweede hand. Maar leer om geestelijk voedsel zelf uit Gods hand te ontvangen. Tot slot iets heel bijzonders. De Bijbel bestaat uit 66 boeken, in totaal 1189 hoofdstukken. Het kortste hoofdstuk is Psalm 117. Het langste hoofdstuk van de Bijbel is Psalm 119. Wanneer je met je open Bijbel het meest centrale vers zoekt, dan is dat Psalm 118 vers 8. Weet je wat er staat? Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. God zegt hier in het meest centrale vers van de Bijbel tegen ons dat we bij hem moeten zijn. Dat doe je door je Bijbel te pakken en te lezen. En doe dat zoals Johannes de Heer het al zei. Lees wat er staat, geloof wat er staat en je hebt wat er staat. De Bijbel maakt je namelijk echt een rijk mens. Ik wens jou heel veel zegen bij het lezen van dit mooiste boek van de wereld.